Beste luisteraars, welkom bij het programma Wel Geïnformeerd. Paneldiscussieprogramma vanavond aanwezig in de studio Wesley Amsand en Krishna Salikram. Ik geef het woord aan Krishna. Dankjewel Iwan. Luisteraars, goedenavond en welkom bij deze aflevering van Wel Geïnformeerd. Wesley Amsand, Wesley welkom. Ja, goedenavond luisteraars, goedenavond Iwan, goedenavond Krishna. Ja, Wesley, in de tweede uur gaan we praten met onze man in Paramaribo, meester Dr. Anders Guillermo Samson. Maar in het eerste uur praten wij met meester Dr. Lachman Sudama. Die gaan we zo meteen spreken. De heer Sudama is een bekende advocaat in Amsterdam, Amsterdam Zuidoost. En hij is in 2014 gepromoveerd op het onderwerp van de Surinaamse grensgeschillen. Van zijn proefschrift is een handelseditie verschenen, een boek. Ja. Dat boek heet Suriname Compleet, vraagteken, een studie over de mogelijke bijdrage van het volkenrecht aan de oplossing van de Surinaamse grensgeschillen. Meneer Sudama is nu aan de lijn. Goedenavond, meneer Sudama. Goedenavond, meneer Krishna Salikram. Goedenavond, Lach. Goedenavond. Goedenavond, Wesley Amsand. Hoe is het? Ja. Mooi. Oké, bondori. Meneer Sudama, ik heb u net geïntroduceerd. Meester Dr. Lachman Sudama, bekende advocaat in Amsterdam, Amsterdam Zuidoost. En u bent gepromoveerd in 2014. En uw proefschrift ging over de Surinaamse grensgeschillen. En daarvan is een boek verschenen, een handelseditie, Suriname Compleet, vraagteken, een studie over de mogelijke bijdrage van het volkenrecht aan de oplossing van de Surinaamse grensgeschillen. En onlangs heeft u dat boek aangeboden aan de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Albert Ramdien. Ja, meneer Sudama? Ja, klopt, meneer Albert Ramdien, de minister van Buitenlandse Zaken. Die was hier in Nederland voor een paar dagen. Ja. En toen was ik ook uitgenodigd voor een bijeenkomst en een receptie. En ik dacht dat het een goede moment was om deze studie weer aan meneer Albert Ramdien, die ik ook ken als, als jeugdvriend en waarmee ik ook gestudeerd heb op de middelbare school. Okay. En hier heb samengewerkt mee. Ja. Het lyceum? Ja. Okay. Op het Miranda Lyceum hebben we samen gestudeerd. En voor mij was jij ook daar bij Saligram. Ja. En, maar in ieder geval, ik dacht van, het is een mooi moment, want toen ik was gepromoveerd in 2014, ja, heb ik deze studie in 2015, heb ik een lezing, heb ik een paar lezingen in Suriname gehouden. En toen was ik ook uitgenodigd door de staatsraad in Suriname en ik kwam daar wat staatsraadsleden tegen en ik heb dat boek ook overhandigd aan meneer Harold Ramdani, die ondervoorzitter was van de staatsraad. En hij zou doorgeleiden naar de president en ook aan de minister van Onderwijs, minister Adin toen, heb ik dat boek gepresenteerd. En ze zouden wat gaan doen ermee, maar ja, de jaren verstreken en ik zie dat er weinig gebeurt met de betwiste gebieden in Suriname. En ja, toen meneer Ramdin hier was, jeugdvriend en goede collega, dacht ik van, een mooie moment om het weer onder de aandacht te brengen. Misschien met deze regering nieuwe ronde, nieuwe kansen. Misschien dat er iets nu gebeurt in deze periode. En dat we eindelijk overgaan tot het op de politieke agenda plaatsen van onze grensconflicten. Want het zijn conflicten die eeuwen oud zijn, althans meer dan 100 jaar al oud zijn. En ik ben bang dat wij straks er niet meer zijn. En dan gaat deze grenskwesties, die gaan allemaal over naar de volgende generatie. En ik heb zoiets van, ja, ik wil in mijn leven nog zien dat deze kwesties nog opgelost worden. Ja, en uw voorstel is om een instituut op te richten in Suriname. Nou, kijk, in de afgelopen tientallen jaren sinds die grenskwestie bestaat, en u weet, we
samen met zowel Frankrijk, Frans-Guyana, in de buurt van Brazilië. En daar gaat het om de betwiste gebieden van wat is de oorsprong van de Lawa. Is dat de Litani of is dat de Marowini? Ja. En daar is een geschil en dat betreft eigenlijk een grondgebied van 3000 vierkante kilometer. En we hebben ook een grensgeschil met Brits-Guyana, met Guyana in feite. En dat gaat over wat wij noemen het Tigri-gebied. Ja. En dat betreft eigenlijk een grondgebied van bijna 15.000 vierkante kilometer. Dat is bijna ongeveer de helft van Nederland. Zo. En zo hebben wij ook een geschil, niet alleen landsgeschil, maar wij hadden ook maritieme geschillen in de zee met zowel Frans-Guyana, Frankrijk als Guyana. Oké. Okay. Er zijn tal van grensgeschillen en die moeten uiteindelijk opgelost worden. En ik heb gezegd van, weet je, om grensgeschillen op te lossen, we hebben grenscommissies, maar in de loop der jaren zijn die grenscommissies, zijn mensen vertrokken, geïmigreerd of geëmigreerd. De grenscommissies zijn verzwakt, deskundigheid gaat weg, er komt een nieuwe grenscommissie weer. Ja. Wat je zou moeten hebben, is naast een grenscommissie die onderhandelt over grenskwesties, zou je een grensinstituut moeten hebben. En een grensinstituut gaat alle grenzen van Suriname bewaken, alle grensconflicten, administratie, noem maar op, beleid, grensbeleid gaan ontwikkelen. Er gaan studenten die interesse hebben over grenzen en de verloop en noem maar op, juridische problemen over de grenzen. Die worden allemaal daar opgeslagen, waardoor studenten en wetenschappers ook straks iets kunnen doen met een grensinstituut. Die ook in feite beleid gaat maken, grens gaat bewaken. Dus het is veel omvattender dan een grenscommissie die alleen maar onderhandelt over grenskwesties. Ja, en Guyana die is veel verder op dit vlak, hè? Nou, ik heb begrepen dat op een gegeven moment, nadat ik vaker in de krant in Suriname heb gezegd van dat er een grensinstituut zou moeten komen in Suriname, dat ik zie dat Guyana vlak hier daarna over is gegaan, of ook even zeggen, we gaan serieuze werk maken om een grensinstituut ook in Guyana op te zetten. Ik denk dat zij inderdaad wat verder zijn. En kijk, de Guyanese en de Engelsen, die maken geen grappen met grensproblemen. Want zij hebben een gigantische grensprobleem met Venezuela. U weet dat Venezuela de helft van Guyana claimt. Ja. En daar hebben ze veel en veel ervaring en know-how opgebouwd. Ook met de Verenigde Naties, die heeft bemiddeld in het grensconflict tussen Guyana en Venezuela. Dus zij hebben veel ervaring en deskundigheid daaruit opgebouwd. Maar zij hadden ook problemen met hun grenzen met Brazilië. En ik moet u zeggen, Brazilië, die grenst aan meer dan 10 Zuid-Amerikaanse landen. En Brazilië heeft met alle buurlanden van Zuid-Amerika redelijke tot billijke grensovereenkomsten gesloten. Ja. Ook met Suriname of met Nederland in 1906. Ja. En in feite, met het enige land waarmee Brazilië problemen had om hun grenzen af te stellen, dat was met Engeland, met Brits-Guyana. Okay. En ik kan u zeggen, de Britten hebben wel behoorlijk voordeel gehaald in de grensonderhandelingen met Brazilië. Dat is het ene land waar Brazilië nadelig is uitgekomen in hun grensovereenkomsten en grensonderhandelingen. Ja, meneer Sudama, we praten aan het einde van een gesprek over de oplossingen die u ziet voor de westelijke grens tussen Suriname en Guyana. We gaan het nu hebben over de westelijke zeegrens tussen Suriname en Guyana. En die is afgebakend door de arbitragecommissie van de Verenigde Naties in het jaar 2007. En dat was ruim voordat er gigantische oliefondsen
werden gedaan in dat gebied. Maar toch hoor je tegenwoordig dat de toenmalige regering Venetiaan de zaak niet goed heeft uitonderhandeld. En dat in feite het grootste deel, of ja, de Venetiaan is akkoord gegaan met een grens waarbij de belangrijkste en de grootste oliebronnen naderhand aan Guyana zijn toegevallen. Wij hebben natuurlijk het een en ander gelezen, maar goed, u schrijft in uw boek ook het een en ander over. Is het terecht om te stellen dat Suriname in feite zich heeft laten ringeloren door Guyana bij de arbitragecommissie van de VN? Krishna, ik zou mensen die meer willen weten over de oplossing van dit geschil, zou ik ze willen aanraden om een boekwerk aan te schaffen. En dat boekwerk heet De Zeegrenzen van Suriname in het licht van arbitrage tussen Suriname en Guyana onder het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties. En dit boekwerk is geschreven door de heer Alex G. Oude Elvering en de heer Hans Limapo, die in feite allebei de onderhandelaars ook waren namens Suriname tijdens dit zeerechtgrensgeschil. Nou, om eerlijk te zeggen, de vertegenwoordiging van de Republiek Suriname in die arbitrage met Guyana, die stond onder leiding van mevrouw Ligia Kraag-Keteldijk. Die was toen minister van Buitenlandse Zaken. Ja. En er waren ook een aantal parlementariërs in die onderhandelingscommissie, waaronder, ik zie meneer Winston Jeschrun, Caprino Allende, Henry Ellis, ambassadeur van Suriname in Washington. Maar dit kan wat Suriname heeft gedaan, Suriname heeft twee gespecialiseerde Amerikaanse advocatenkantoor ook gevraagd om mee te onderhandelen voor Suriname. En dat waren dus het advocatenkantoor Krafat, Swain en Moore. En er was ook nog een andere grote advocatenkantoor met ongeveer 600-700 advocaten in dienst. En dat is Leboeuf, Lam, Green en Macri. Zo is er een hele deskundig team geweest die voor Suriname hebben onderhandeld in deze arbitragezaak. En ik moet u eerlijk zeggen, er was nog geen olie gevonden in dat gebied. In 1989 ongeveer waren president Ramsbak Sankar en de president van Guyana Desmond Hoyt, die waren toentertijd overeengekomen om gezamenlijke activiteiten te ontplooien in het maritieme gebied. En er was een memorie van understanding gemaakt dat voorzag in gezamenlijke exploitatie. In afwachting van de beslechting van de definitieve grens. Maar ja, op een gegeven moment is Guyana concessies gaan geven. Canadese maatschappij, CGX. En die heeft toen een kort platform daar gezet, zeker rond. En dat was onder het regime van Weidenbos. En toen heeft Weidenbos twee oorlogsschepen afgestuurd. En heeft toen het boorplatform daar weggejaagd of verwijderd. En is toen niet aan stilzitten. Guyana heeft toen allerlei mogelijkheden bekeken om Suriname voor een arbitragetribunaal te slepen. En dat hebben ze kunnen vinden in een zeerechtverdrag van 1982. Daar hebben ze kunnen zien dat er mogelijkheden waren om Suriname wel naar het arbitragetribunaal te brengen om over het probleem te gaan onderhandelen. Het arbitragetribunaal heeft in 2007, ik meen in september, heeft toen inderdaad een beslissing genomen.
zou mensen willen aanraden om dat boek wat ik net heb genoemd. Maar ook op internet is de totale bestemming van het arbitragetribunaal terug te vinden. Om ernaar te kijken. En ik zie geen onregelmatigheden in die beslissing. Meneer Sudama, het was namelijk zo dat het tribunaal heeft nog Guyana, nog Suriname zijn zin gegeven. Nou, in feite wilde Suriname stelde voor, ja, maar dan ga ik een beetje technisch praten. Geef niet. Suriname stelde voor om een grens in de zee te trekken van 10 graden ten oosten van het noorden. Ja. Ja? Dat wil zeggen, één die meer in de richting Guyana ging. Guyana, die zei van nee, die grenslijst, die maritieme grenslijst tussen ons, dat is 34 graden ten oosten van het noorden. Dus die lijn was meer in de richting van Suriname. Klopt. En in feite, die twee lijnen, die vormden een driehoek. En het die driehoek was eigenlijk ongeveer iets van 31.600 vierkante kilometer groot. Dus het bewuste gebied in het zeegebied was ongeveer, laten we zeggen, 32.000 vierkante kilometer. Daar ging het geschil om. En dat boorplatform lag daar in het bewuste gebied. Op een gegeven moment is de zaak gekomen voor het arbitragetribunaal. En wetsontwerpverdragen voor de Tweede Wereldoorlog wordt er alleen maar iets geregeld tot de territoriale wateren van Suriname. En dat is ongeveer drie zeemijlen was er iets geregeld dat de grens zou zijn 10 graden ten oosten van het noorden. Dus wat Suriname van luister, die 10 graden ten oosten van het noorden moet je doortrekken tot die 200 zeemijlen van de exclusieve economische zone. Maar Guyana zei nee, die 10 graden, daarmee gaan we niet akkoord, want dat is niet de grens. De grens is die 34 graden. Op een gegeven moment is het tribunaal op grond van allerlei technische zaken zijn ze coördinaten gaan maken aan de hand van de kustlengte van Guyana en Suriname. En hebben ze dus een equidistantielijn. Dat is in feite een soort middenlijn tussen de twee kuststaten. Hebben ze geprojecteerd op de kust. En hebben ze aan de hand van de kustlijnen van de twee landen, hebben ze coördinaten geprojecteerd op die equidistantie, die denkbeeldige equidistantielijn. En aan de hand daarvan is in feite de huidige grens bepaald van Suriname en Guyana. En een heleboel mensen zeggen van ja, maar in die equidistantielijn, of die grens, zien we een bulletje. En daar was juist net olievelden Suriname en Guyana omstreden. Maar een van de dingen die internationaal recht is, er waren geen overeenkomsten tussen Suriname en Guyana van wie die olievelden waren. En het was ook niet zeker dat er daar olie gevonden zou worden. Dus aan de hand van de kust, de lengte van de kust van beide landen, is die grens vastgesteld. En die knik die er is in die lijn, je gaat zien een soort bol die in een rechte lijn wordt gevormd. Dat komt vanwege de verloop van de kustlijn van Suriname. Daardoor is die knik gekomen. Dus ja, mensen zeggen van ja, Suriname is benadeeld. Ik moet u zeggen, het is ongeveer 30.000 vierkante kilometer, maar echt 31.600
vierkante kilometer van het betwistgebied, is 51% gegaan naar Guyana en 49% is gegaan naar Suriname. Dus je zou kunnen zeggen van ja, gelet ook op de lengte van de kustlijnen van Suriname en Guyana. De kustlijn van Guyana is langer dan die van Suriname. Zou je zeggen van, volgens mij is er niks mis mee. En bovendien, was in het arbitrage tribunaal, waren twee onafhankelijke hoofdmannen, benoemd door één Suriname, dat was meneer Smit, en een andere meneer vanuit Guyana. En die zijn akkoord gegaan met de verdeling. Weet je, en ook in internationale jurisprudentie en wetenschappelijke bladen is aangegeven dat de uitspraak die is gedaan door dit internationaal tribunaal, dat er niks mis mee is. Ja, eigenlijk zou Guyana 54% gelet op de kust, 54% van het gebied krijgen en Suriname 46%. Maar nu heeft Suriname 49% gehad. Klopt. Want die kust van Suriname en Guyana verhouden zich tot wat je net zei. Ja. En de arbitragecommissie is uitgegaan van bestaand zeerecht. En van wat gebruikelijk is in dit soort zaken. Klopt, ja. Klopt. Bijvoorbeeld, ze zijn natuurlijke hulpbronnen in zee, die hebben niet echt een rol gespeeld. En men heeft inderdaad technisch gekeken naar de grens. Hè? Dus ik zou zeggen van, en men is uitgegaan van bepaalde dingen van Suriname is ook gehonoreerd. Want Suriname had een aantal eisen gesteld. En dat is namelijk dat die 10 graden in de territoriale wateren, die voor de oorlog was overeengekomen, daarmee is het tribunaal mee akkoord gegaan. En Guyana wilde dat niet. Daar is Guyana eigenlijk ook in het ongeluk gesteld. Ja. In een aantal punten heeft Guyana bijvoorbeeld geen gelijk kunnen krijgen. Een ander punt was bijvoorbeeld dat het arbitragetribunaal is uitgegaan dat het begin van de grenslijn, de maritieme grenslijn van Suriname en Guyana, ligt op de linkeroever van Guyana. Dus dat kan straks heel belangrijk zijn voor het landsgeschil tussen Suriname en Guyana. Want u weet, Suriname zegt van dat de hele Corantaine rivier van Suriname is, terwijl Guyana zegt van ze betwisten dat. Maar door deze uitspraak van het arbitragetribunaal die heeft aangenomen, dat we moeten uitgaan van een beginpunt vanuit de linkeroever van Guyana. Daar begint de grenslijn, de maritieme grenslijn van Suriname en Guyana. Ja, dat betekent dat inderdaad dat door deze uitspraak van het tribunaal in feite wordt bevestigd dat de grens tussen Suriname en Guyana ligt op de linkeroever van de Corantijn. En dat is natuurlijk, net wat u zegt, een geweldig uitgangspunt voor Suriname bij de onderhandelingen over de Tigridriehoek. Precies, helemaal, weet u. Dus ik denk het is heel goed dat deze uitspraak van de arbitragecommissie is geweest over de zeegrens. Want er zijn ook een aantal elementen terug te vinden die we straks kunnen gebruiken in de onderhandelingen met Guyana over het Tigrigebied. Zo beroept Guyana zich ook op allerlei ontwerpverdragen die voor de oorlog
was overeengekomen. En met deze uitspraak zijn er elementen waarbij die elementen die in het voordeel van Guyana zouden kunnen werken, op losse groeven zijn komen te staan. Een knelpunt is, als ik het ware, want kijk, de zaken lopen verder, hè, want op een gegeven moment gaat het ook op de landsgeschillen, de geschillen op de grond. Maar Suriname heeft een knelpunt in die zin van lacune aan expertise en lacune aan op te bouwen kennis. Want dat gaf u al aan. En ik heb zoiets van, is daar de afgelopen jaren in geïnvesteerd? Op het moment waarop je de onderhandelingen gaat heropenen met Guyana, ook al in je gespecialiseerde advocatenkantoor in de arm uit de VS, maar je moet ook zelf expertise opbouwen in deze, lijkt mij. Ja, dus daarom zeg ik dat Suriname moet werken aan een grensinstituut. Je zou dus in feite studenten die aan de universiteit in Suriname of in de diaspora studeren over internationale betrekkingen, noem maar op, zou je in feite alvast kunnen opleiden en delegeren in zo'n grensinstituut. Dat als je straks moet gaan onderhandelen met Guyana, dat je niet allerlei dure advocaten en deskundigheid uit het buitenland hoeft te halen. Maar goed, waar gebrek is aan kennis, kan je altijd uit het buitenland halen. Nederland heeft ook gezegd van, want kijk, dit is ook een koloniale probleem dat overgeheveld is door Nederland, Frankrijk en Engeland op de voormalige kolonie Suriname en Engeland. Dus ik denk als je een beroep gaat op Nederland om deskundigheid en financiering erop voor zorg te dragen, dat ik denk dat Nederland zeker niet zal weigeren. Want u weet, op de laatste dag van de onafhankelijkheidsverklaring, toen kwam de vraag naar voren van, hey, wat zijn nou de grenzen van Suriname met zijn buurlanden? En in de nacht zijn minister Pronk en Den Uyl hebben ze snel nog een brief in elkaar geflanst van oké, de grenzen zijn nog niet helemaal bepaald, maar dit is de brief en mochten jullie een beroep ooit op ons willen doen, dan kunnen jullie altijd met deze brief een beroep op ons doen. Ja, maar betekent dus ook dat de koloniale mogendheden, Engeland, Nederland, de voormalige koloniale mogendheden, Engeland, Nederland en Frankrijk, er hier geen consensus over hadden. Want normaal gesproken, als je kijkt naar Afrika, hoe ze daar, Noord-Afrika, de lijnen getrokken hebben tussen de voormalige koloniën, is dat heel anders gegaan. Als je dat vergelijkt met Zuid-Amerika. Ja. Nou, dus de koloniale machten, mogendheden, die wat te zeggen hadden in Suriname en Guyana, die hebben het behoorlijk laten sloppen en ze hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen, weet je. En ze hebben het probleem niet overgelaten aan de pas onafhankelijke landen. Maar ja, ik heb zoiets van, ja, we zijn er nog en we kunnen nog altijd onderling met elkaar, met Guyana, aan tafel gaan zitten om het probleem op te lossen. En waar we niet uit kunnen komen, kunnen we altijd nog een beroep op hem kunnen doen. Maar vandaar dat ik ook heb gezegd, hoor Wesley, van we hoeven geen oorlog met elkaar te voeren om grensproblemen op te lossen. Dat is niet meer van deze tijd. We kunnen gewoon, als wij niet met elkaar uitkomen, kunnen we allerlei geschillenbeslechtingen uitproberen, zoals arbitrage, bemiddeling. Maar als dat allemaal niet helpt, dan kunnen we altijd gaan naar het internationale gerechtshof. En ja, bij gaan naar het internationale gerechtshof, dan heb je een verliezer, winnaar. Maar om kritiek van jouw eigen bevolking tegen te gaan, zou je het voorbeeld van Guatemala en Belize moeten volgen. Waarbij Guatemala en Belize ook grensproblemen hebben. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd van, oké, luister, voordat we naar het internationale gerechtshof gaan, gaan we een referendum houden gelijktijdig in onze eigen landen, om de bevolking te vragen van, zullen wij onze grensproblemen voorleggen aan het internationale gerechtshof? Kijk, als het referendum zegt van, ja, doe maar, dan kan je als regering verliest, dan kan de bevolking straks niet zeggen van, luister, je hebt ons niet geconsulteerd. Ja. Meneer Sudama,
even om het... De kwestie van de zeegrens om dat af te ronden. Suriname heeft niet gekregen wat het wou, wat het eiste. Guyana heeft niet gekregen wat zij eiste. Vanaf een bepaald punt in de zee heeft het tribunaal de zaak gewoon de equidistantielijn gevolgd. En zeg maar het gebied gelijkelijk verdeeld. Als er geen regeling was getroffen tussen Suriname en Guyana. En er zou olie gevonden zijn in een van de delen. Het zij voor de kust van Suriname, het zij voor de kust van Guyana. Dan zou dat natuurlijk een geweldig probleem geven tussen beide landen. Ze zouden bijna op voet van oorlog met elkaar komen te staan. Want beide landen zouden zeggen, nee, het is in mijn gebied. Nee, precies, helemaal gelijk. Want in 1989... waarhandelingen om en Guyana gaf al concessies aan buitenlandse maatschappijen om olie te boren. Maar tot 1989 waren er niet zoveel activiteiten nog in zee, in Suriname en Guyana, boringen en zoeken naar olie. Weet u? Ja. Dus ik ben heel blij dat die lijn er nu is gesteld. En kijk waar iedereen Suriname zegt dat in Guyana olie wordt gevonden. Maar ja, in Suriname wordt ook olie gevonden. Dus, en die lijn is er. Dus nu kan je allerlei duidelijke afspraken maken zonder met elkaar te vechten van wie welke velden zijn. Het is nu duidelijk van... liggen de olievelden aan deze kant van de lijn van Suriname, dat is van Suriname. En dan ligt het aan de andere kant van de lijn, is het van Suriname, van Guyana. En ja, in Suriname hebben ze nu 3 velden ontdekt en er schijnt dat er nog meer velden zijn. Ja. Misschien vinden we nog meer olie dan Guyana. En als het er niet was, dan zou Guyana zeggen van, hé, luister naar mij, Mati. Ik wil een deel van jullie olie hebben. Maar nu is er duidelijkheid. Ja. Dus ik denk, de bevolking van Suriname en zo hoeven niet ontevreden te zijn. Nee. Duidelijkheid is prima. En als goede buren kan je altijd verder samenwerken met elkaar. Om economische voordelen samen te halen uit jouw rijkdommen. Ja. Ik denk zelf, omdat het maritieme zeerecht gezegevierd heeft in het conflict tussen Guyana en enerzijds en anderzijds Suriname, is dat scenario wat Christian daarnet schetste, in ieder geval niet meer aan de orde. Want anders vrees ik dat het internationaal recht vaak het recht van de sterkste is, hier wellicht geleid zou hebben tot een andere uitkomst. Precies. Weet je, en kijk, toen wij de bossen die 2 patrouilleboten stuurden naar het platform, gelukkig dat ze geen geweld hebben gebruikt. Ja. Want dat was ook eigenlijk een van de punten bij de arbitragecommissie. Dat mocht er geweld zijn, wel gebruikt zijn en dat Suriname voor gigantische schadeloze stelling zou komen te staan. Ja. Gelukkig heeft het arbitragetribunaal gezegd van, kijk, de velden waar het om gaat is nu naar Guyana gegaan. Dus eigenlijk is er geen reden om Guyana schadeloos te stellen voor het feit dat het boorplatform daar is verwijderd. Ja, en de beschuldiging of de opvatting dat Suriname olievelden zou hebben weggegeven, dat is onzin, want niemand kon weten toen deze kwestie speelde waar precies die velden lagen. Precies. En kijk, er was ook geen overeenkomst tussen Suriname en Guyana over het olieveld waar het boorplatform was. Dus kijk, als Suriname nou een overeenkomst had met, laten we zeggen, een buitenlandse maatschappij of een olieplatform of noem maar op, en men had daar olie gevonden. Men had daar ook commerciële oliewinning gedaan. Dan had het arbitragetribunaal nog rekening mee gehouden. Maar ja, ook in allerlei internationale uitspraken wordt met natuurlijke hulpbronnen wordt er niet zozeer rekening mee gehouden bij vaststellen van grenzen. Ja, en een laatste woord over de zeegrens.
aan de oostelijke zeegrens met Frans-Guyana is inmiddels ook een oplossing gevonden. Suriname en Frankrijk hebben de grens gezamenlijk bepaald. Klopt, dat is in 2017 gebeurd. Ja. En daar was er een onderhandeling gaande tussen Frankrijk en dus Frankrijk, Frans-Guyana met Suriname. En daar was de lijn bepaald op iets van 24,5 graden ten oosten van het noorden. Uiteindelijk hebben ze bepaald dat die lijn ongeveer 26 graden en een half ten oosten van het noorden zal zijn. Dus die lijn is ook vastgesteld. En gelukkig maar, dat is zonder problemen ook vastgesteld door de Fransen. Dus ik ben blij dat aan allebei de kanten de maritieme grenslijn is vastgesteld. Ja, en dan natuurlijk de hete hangijzer, de westelijke landgrens, het Tigri-gebied. Als ik het goed begrijp, meneer Lachman, is in 1936 een soort concept verdrag geschreven. Waarbij dus die Tigri-driehoek aan Guyana zou toevallen. En waarbij ook de linkeroever van de Corentijn Surinaams gebied zou zijn. Maar door de oorlog is dat verdrag niet getekend. Klopt het? Dat klopt, ja. Dat klopt. En dat is waar Guyana zich nu op beroept. Op dat verdrag van 1936 dat niet geratificeerd is door Engeland, nog door Nederland. Nee, maar daarom ben ik ook blij met die uitspraak van het arbitragetribunaal, want al deze wetsontwerpen zijn weer op losse schroeven komen te staan. Ja. En ik ben ook blij met de arbitragetribunaal uitspraak, omdat vast is gesteld dat een pinpunt van de maritieme grens, linkeroever van Guyana is gesteld. Dus dat, je kan ook dan zeggen van dat de landsgrens van Suriname en Guyana, linkeroever is van Guyana. Ja. Weet u? Ja. Ik denk daarom is het ook zaak dat Suriname, kijk, hele regeringen hoor, met name Aaron, Sedney, die zijn altijd naar Guyana gegaan of ze zijn gaan onderhandelen in Barbados, in Georgetown, in Suriname. En steeds komen ze dan met geweldige mooie verhalen. Er is geweldige resultaat bereikt over samenwerking op wetenschappelijk niveau, op wetenschappelijk gebied. Er is samenwerking bereikt op economisch gebied. Er is samenwerking bereikt op, weet je, en dat we gaan werken op regionale integratie. Maar de regeringen, die mijden het om dat grensprobleem de politiek aan te plaatsen. En hoe Suriname hiermee draalt. En weet je, het probleem bij Suriname is, Suriname doet er heel luchtig over. Suriname doet alsof wij geen grensprobleem hebben bij Tigri met Guyana. Maar in de tussentijd, als je naar Google Map kijkt en googelt en op internet gaat, dan zie je dat betwiste gebied aan Guyana wordt toegerekend. Weet je, en Suriname doet alsof er geen probleem is. Dus Suriname moet het initiatief leggen bij Suriname om dit probleem te gaan agenderen. En weet je, als Guyana het niet wil agenderen, het is heel makkelijk. En ik ben geen voorstander om dat te doen. Maar ja, als je ze wil provoceren, je gewoon een parlementsvergadering in het Tigri-gebied een keer houden, dan wil ik zien wat Guyana gaat doen. Natuurlijk gaan ze gelijk protesteren, want ze gaan zeggen van, je bent illegaal bezig. Nee, weet je, volgens de overeenkomst van Chaguaramas zou dat gebied moeten worden gedemilitariseerd. Maar Guyana heeft zich daar niks van aangetrokken. Klopt, weet je, toen op een gegeven moment is men gaan discussiëren van wat er moet worden gedemilitariseerd. Toen gingen allerlei definitiezaken gaan spelen en noem maar op. Weet je, kijk, je moet serieus met de Guyanese om tafel gaan zitten. En als ze dralen, weet je, dan moet je proberen gewoon, ze zeggen van, hé, look nou. Zoals zij dat hebben gedaan bij het arbitragetribunaal, toch? Op een gegeven moment hadden ze het idee dat er veel olie te vinden was. Ze hebben niet gedraald om Suriname te slepen naar een arbitragetribunaal. Ja. Zo moet Suriname zeggen van, hé, luister nou.
we gaan zaken met elkaar doen, maar laten we als volwassenen zaken met elkaar doen. Laten we niet dralen om die hete brei. Laten we dit probleem voor eens en voor altijd oplossen. Laat je vraag, door wie wordt dat gebied, het Tigrigebied, bezet? Zijn het de Guyanezen die het de facto bezetten? Ja, zijn het gewapende burgers? In 1969 hebben ze militairen daar gestuurd om het te bezetten. En vanaf die tijd wordt het bezet gehouden door de Guyanezen. En dus de Guyanezen houden het bezet, ja. Dus ze houden bezet, betwist gebied wordt bezet door de Guyanezen. Dus hier geldt dus het recht van de sterkste. Ja, ja, en Suriname doet alsof er niks aan de hand is. Nou, ik heb begrepen dat er niet, er zijn geen Guyanese militairen daar. Maar men heeft daar burgers neergezet die bewapend zijn. Ja, en die dus in directe verbinding staan met het Guyanese leger. Nou, dan laat de politiemannen daar, laat een paar Surinaamse politiemannen daar naartoe gaan en handelingen verrichten. Dan gaan we zien wie allemaal daar op ze afkomt. Oké. Okay. Ja, ja, maar nogmaals, maar ik vind het bijzonder laks hoor van opeenvolgende Surinaamse regeringen om dit op deze wijze te laten liggen. Hoe groot is dat gebied weer, het Tigrigebied? Hoeveel vierkante kilometer? 15.000 vierkante kilometer, bijna de helft van het land. Ja, dat is een behoorlijk gebied. En daar zullen ook... In dat gebied wordt gezegd, is er uranium, is er goud, er zijn zoveel... Grondstoffenrijk. Heel grondstoffenrijk. Ja, ja, ja. En, meneer Amsterdam, kijk, ik ga iets nu zeggen, out of the box hoor. Ja. Maar eigenlijk moet ik het niet zeggen. Ga je gang, beluisteren. Weet je, dat ding is bijna 1 miljard euro waard. Hoeveel? Weet je, en grond kan je verkopen. Hoeveel? Ik zou meer dan 100 miljard verkopen. Zo. Nou, dat is een gigabedrag, hè? Weet je, Suriname kan met financiële problemen. Ja. Dus laat hierbij houden, hoor. Nee, maar goed, maar het is ook zo dat Daisy Bouters was van plan om het gebied met geweld in te nemen. Hij heeft een verkenningsmissie gestuurd met kapitein. Die is omgekomen in de hele. Die helikopter is gecrashed in het gebied. En die kameraad die is toen gesneuveld. Fernandez, kolonel Fernandez was in die verkenningsvlucht. Ja, ja, ja. Ze waren gaan checken hoe en wat en waar, hoeveel militairen er waren en waar ze zaten en hoe ze waren bewapend. En, maar ja, die helikopter is verongelukt in dat gebied. Dat weet ik. Dat is nooit zo in de pers gekomen, maar... Neergeschoten of verongelukt? Dat is nu de vraag. Of het is neergeschoten of verongelukt. En? Ja, meneer Lasman, is dit verhaal u bekend? Ja, ja, ik had begrepen dat... Ik heb van het verhaal gehoord van majoor Fernandez. Ja. Dat die helikopter is verongelukt daar in het gebied. Maar ze waren bezig iets te gaan zoeken of ze moesten iets daar gaan doen. Ja, het was een verkenningsmissie om te checken hoeveel militairen daar gelegerd waren. En wat hun bewapening was. Voor mij had het met iets te maken hoor, Krishna. Had niks met het grensprobleem te maken. Oké. Okay. Maar meneer Lasman, u heeft in uw boek een aantal suggesties van de hand gedaan hoe die westelijke landgrens geregeld zou kunnen worden. Een van uw suggesties is dat bijvoorbeeld Suriname als onderhandelingstactiek zegt. Weet je, Guyana, jullie krijgen de helft van de quarantaine en wij krijgen van jullie de helft van het Tigrigebied. Nee, ik heb die suggestie niet gedaan, maar dat is wel een mogelijkheid. Oké. Ik heb geen suggesties gedaan, concrete suggesties. Ik heb alleen maar aangegeven dat maar je... Dat is in het gesprek gisteren met u geweest, ja. Nee, ik heb alleen maar aangegeven van dat je geen oorlog moet voeren met je buurlanden over grensproblemen, want dat is niet meer van deze tijd. Ja. Dit soort dingen moet je aanbrengen bij volkenrechtelijke organisaties, zoals het internationale gerechtshof. Maar lijkt het u een goede mogelijkheid dat men Guyana de helft van de quarantaine geeft, maar dat als concessie daar tegenover staat dat er een overeenkomst, een soort deling
van het Tigri-gebied? Nou, tijdens het Wetse ontwerpverdrag van voor de oorlog. Ja. Toen had Nederland dat wel voorgesteld om de helft aan te geven van de Kwantaï-rivier. In ruil daarvan zouden ze het heel Tigri-gebied aan Suriname moeten geven. Klopt. Oh, oké. Okay. Het hele Tigri-gebied. Oké. Okay. En op... Dus dat waren, maar dat waren politieke afspraken, dat waren geen juridische afspraken. En u weet daarbij Kutari Kuruni, ja. daar is een drie landen punten neergezet tussen Brazilië, Engeland, Guyana dus, en Nederland. Om te zeggen van dat eigenlijk de grens zou moeten zijn, Suriname en Guyana, in plaats van de boven quarantaine. Wat wij de boven quarantaine noemen zij de New River. Dat was allemaal in dat wetsontwerp opgenomen, maar dat is allemaal op losse schroeven te staan. Dus Guyana kan er geen beroep op meer. In feite starten we over die landsgrenzen gewoon op een nul. Oké, okay. Maar Sudama, kunt u uitleggen hoe dat conflict in feite is ontstaan? We hebben begrepen dat een zogeheten ontdekkingsreiziger in Schomburg bewust de Kuruni-rivier aangewezen heeft als de voortzetting van de quarantaine, terwijl dat in feite de Lucy-rivier is, de New River. Ja, die man is Schomburg, hè. Die man heeft alleen maar problemen veroorzaakt in Zuid-Amerika, man. Ja. Weet je, want hij heeft ook het probleem veroorzaakt daar tussen Guyana en Venezuela. Want hij is door Engeland aangewezen om een geologische onderzoek te gaan verrichten. En in Venezuela heeft hij daar allerlei verkeerde en ik weet niet helemaal wat hij heeft gedaan. Maar op dit ogenblik kampt Guyana met een gigantische probleem met Venezuela. Dat Venezuela de helft van Guyana claimt. Ja. Maar wat die Schomburg heeft gedaan, die Schomburg, Robert Schomburg, een Duitser, ja. Die is dus via Brazilië, is hij de Kutari-Kuruni rivier, is hij afgezakt richting de Quarantaine rivier. Hè? Uh-huh. Maar op een gegeven moment hadden die mannen dus gebrek aan voedsel en drank en noem maar op, ze hadden geen voorraad meer. Ja. Dus die mannen hadden haast, dus zijn ze snel richting Quarantaine rivier naar de monding afgezakt. Uh-huh. En dus hebben ze de Kutari-Kuruni, zijn ze dus afgezakt richting Quarantaine-rivier. Oké. Okay. Maar in haast hebben ze die andere tak, die breder, dieper en waar meer debietmeting, of meer water stroomt en zo, hebben ze over het hoofd geslagen. En zijn ze snel gevaren richting Guyana, Suriname. En hebben dus aangenomen dat eigenlijk de hoofdtak was van de Quarantaine-rivier. Ja. Nou, 30 jaar later komt dus Barrington Brown. En die gaat dus rustig even verkennen van wat de voortzetting is van de Quarantaine-rivier. En hij ziet dat daar bij die watervallen, bij die zijtak waar Schomburg naar beneden was afgevaren, ja. Zag hij dus dat er een nog bredere, grotere stroom was, wat wij nu de boven quarantaine noemen, wat de Engelse New River noemen, ja. Zag hij van, dit is eigenlijk de werkelijke voortzetting van de quarantaine rivier dus. Eigenlijk is de grens tussen Suriname en Guyana dus de New River, de boven quarantaine. Maar dat heeft hij ook gerapporteerd aan Engeland en hun opdrachtgevers. Maar die hebben het gewoon in de lade gestopt en er niks mee gedaan. Maar op een gegeven moment is het toch uitgelekt. En toen bleek dat er tussen die twee zijtakken, de New River en de Kutari-Kuruni, waar het gebied ongeveer 15.000 kilometer bedraagt, door de Schomburg wel fouten zijn gemaakt. En vanaf die tijd is het conflict ontstaan tussen Suriname en Guyana, of althans tussen Nederland en Engeland. Er is vaak correspondentie geweest. En
vanaf die tijd huldigen beide landen verschillende opvattingen en is het grensprobleem ontstaan. Latsch, even een vraag. Is het juist of zou het juist kunnen zijn dat naarmate Guyana langer blijft in dat Tigri-gebied, dat betwistgebied, waar sprake van illegale bezetting, dat zij daarmee de facto hun positie verstevigen als het gaat om de onderhandelingen? Ja, dat zijn internationale rechtsbeginselen in het recht. Dat hoe langer je niks doet, precies, dat verjaring... Rechtsverwerking of zoiets, of ja. Ja, toch, je hebt allerlei beginselen, noem maar op, in allerlei uitspraken tussen Cambodja en Laos en noem maar op, vind je al deze uitspraken dat hoe langer je stilzwijgt en niks doet, hoe meer en meer het recht van de andere sterker en sterker wordt en je moet geen niks meer kunnen doen. Suriname moet dus eigenlijk snel handelen, want ze zijn al eigenlijk te laat. Ja, want ik zeg ook, dat is ook een van mijn aanbevelingen, het niks doen, weet je? En daarom ligt het initiatief bij Suriname, want Guyana heeft alle belang bij dat wij niks doen. Want zij bezetten dat gebied. Ja, maar meneer Sudama, we hebben nog weinig tijd, nog 3 minuten, nog 2 minuten. Wat kunnen wij doen om toch de huidige Surinaamse regering ertoe te bewegen dat ze dit probleem desnoods via het internationaal gerechtshof gaan oplossen? Of de VN. Want we hebben zoveel regeringen zien komen en gaan. En net wat u zegt, niemand neemt een stap. Men laat het zijn beloop. En ja, als dit zo doorgaat, dan kan Guyana historisch gezien rechten gaan doen gelden. Weet u, meneer Salikram? Ja. Daarom heb ik ook bijna een heleboel Zuid-Amerikaanse landen in mijn proefschrift. Ja. Heb ik hun rechtsproblemen en grensproblemen heb ik dus besproken en zo. En een van de belangrijke dingen die ik heb gezien is dat de kwaliteit van de presidenten van de buurlanden die grensproblemen met elkaar hebben, dat het erg belangrijk is dat er goed contact is met ze. Ja. En dat die presidenten, dat die staatshoofden goed contact met elkaar hebben. En ik zie dat pas de heer Tokki geweest is naar de inauguratie van Ifran Ali. Ja. En ik zie dat die twee goed met elkaar kunnen opschieten. En ze hebben ook gezegd dat er nu een presidentenoverleg is tussen die twee. Dus dat gebruikt moet worden om het probleem op de politieke agenda te plaatsen. Want je ziet dat een heleboel grensproblemen opgelost zijn geworden door gezaghebbende persoonlijkheden. Heeft een paus, de twee of zo, die heeft naam het grensprobleem tussen Peru en Ecuador opgelost. Dus hoe meer de band tussen presidenten goed klikt, is het makkelijk om het op de agenda te plaatsen en is het ook makkelijk om oplossingen te vinden. Oké, Wesley, heb je nog een vraag? Nee, geen vragen meer in ieder geval. Hartelijk dank voor de uitgebreide beantwoording en de toelichting hierop, Latsch. Ook bedankt, Wesley. Ik vind het fijn om altijd kennis te delen met het publiek. Ja. En weet je, kijk, in het verleden heb ik gezien dat in Suriname men dit soort problemen in achterkamertjes probeert te bedisselen en te bespreken. Terwijl je de burgers moet betrekken bij dit soort problemen. Het zijn problemen van de burger, het zijn problemen van het land. Waarom doe je zo geheimzinnig over die dingen? Ja. Bespreek die dingen. Laat de media aandacht hier aan besteden. Er moet burgerparticipatie komen. Want dit is van de burger. Dus ik ben jullie juist blij. Ik ben juist blij met jullie dat jullie aandacht besteden aan dit probleem. Ja, goed. Dank je wel. Lachman Sudama, hartelijk dank dat u ons heeft bijgepraat over de grensconflicten van Suriname.
Wij wensen u een heel... En Krishna, volgens mij moeten we samen met Damsco misschien een conferentie hierover beleggen. Want er zijn zoveel deskundigen hier in Nederland die kennis hebben over grensproblemen. Ja. Misschien van, waait het over naar Suriname om dit verder op te pakken. Het onderwerp keert terug, Latsch. Oh, we nemen het mee. We kunnen ook vanuit Nederland de media in Suriname bewerken. Dus dat we de opinie daar beïnvloeden. Oké. Okay, en we nemen ik neem contact met je op. Dan praten we verder. Ja, kunnen we ook wel. Goed. Oké. Dat is goed. Meneer Surama, dank u. Luisteraars, dit was het eerste uur. Wij gaan even pauzeren. Ja. En dan komen we terug met het tweede uur. Tot zo.